Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2021 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan en vandaag gaan we verder in Singapore, aflevering nummer 80 alweer. Heb je de vorige wedstrijd in Rusland gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht voor het ietsje. We hadden daar onze 51ste race overwinning staan, dus nu gelijk met Alain Prost. Dus dat is goed om te zien, dus vandaag kunnen wij Prost voorbij gaan in dat aantal overwinningen. Aantal updates meegenomen in deze grote prijs. Ik denk, ik laat het jullie toch weer even zien. Het is al lang tijd geleden dat ik dit heb gedaan. Laten zien waar we staan. Nog steeds het derde team. Red Bull en Mercedes net te snel. Maar goed, ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer gewoon voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele aflevering van mij mist. Like het als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. @GianandSchouten op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. En dan gaan we lekker door naar de kwalificatie natuurlijk. En het gaat al gelijk niet goed. Want ik verpest daar de bocht bij de tunnel. Dus we moeten even wachten op mensen die allemaal voorbij moeten. Gaan hier ook iets te wijd. En dat is gelukkig net niet die muur geraakt. Maar dat anders kunnen aflopen. Dat is allemaal niet zo erg, want we moeten nog een ronde gaan beginnen hier in Singapore. In Q1. Dus dat belooft nog wat. Klein beetje oversturen op de exit, maar ja, moet ik hopen dat dit rondje goed is om door te kunnen komen na Q2. Iets te wijd, geen track limits, tot mijn verbazing. Hebben hier last van Marcus Armstrong, die ik daar even toucheer. En Armstrong is weg. Jazeker, Marcus Armstrong uitgevallen. Hij zat in een slow lap en hij blokkeerde mij, dus ik moest er wel voorbij. Want we hebben nog maar 20 seconden op de klok. We krijgen daar helaas een track limit waarschuwing. Net niet die muur geraakt, het is close. Maar waar komen wij te staan? We komen op een P9 met een 1.34.1. En dan zijn we aanbeland bij Q2. Weer als allerlaatste naar buiten gegaan. Verstappen staat binnen in de pitbox. Hopen dat hij door kan naar Q3. Tijdens de practice sessies was er regen. Dat is hier nu gelukkig niet. En in de race dus ook niet. We komen aan bij de laatste paar bochten hier in Marina Bay, Singapore. Start finish. En dat is de snelste tijd met een 1.31.4. Sorry, een 1.33.4. Excuseer. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3. We gaan dus kijken of wij voor de pole position kunnen gaan vechten. Maar ik ben er bang voor. Met nog ongeveer 3 minuten en 45 seconden op de klok. We krijgen daar gewoon een track limits waarschuwing. Ik nam die bocht iets te scherp en sneed volledig af. Sorry daarvoor. Komen bij start finish en dat is een P9 met een 1.34.1. Jammer. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten in deze ronde. In deze kwalificatierun. En die run is niet goed. Rood in sector 1 en 2 zijn gewoon een halve seconde langzamer. Dus dit wordt de laatste keer dat we ons kunnen verbeteren. Met nog ongeveer 30 seconden op de klok. Groen bij de Delta. 2/10 onder onze eigen tijd. Maar zet helaas rood in sector 1 en 2 neer. Verpest ik het hier in die laatste bocht. En dat blijft een P9, denk ik. Jazeker, dat blijft een P9. Max op pole. 17e erachter Charles Leclerc. 18e erachter Norris. Beides naar P9. Op ja, 1,5 seconde. Dat is pijnlijk. Maar er kan van alles gaan gebeuren in deze grote prijs. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 80 van F1 2021
My team, Career Mode. Against the spectacular backdrop of the Singapore skyline, Formula One returns once again to do battle in what tends to become something of an endurance race, with the notorious sauna-like temperatures in the cockpit making for an extremely physically challenging Grand Prix. The Marina Bay Street Circuit then has 23 corners, 13 to the left and 10 to the right, taking us a total of 3.1 miles around the landmarks of downtown Singapore. An average lap speed around here, just 107 miles per hour. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today, it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of Turn 1. So how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty. Positioning, awareness, and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he starts from pole position, with Charles Leclerc alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Norris, Bottas, Pierre Gasly, and Sainz, Perez, Hamilton, the Professor, and George Russell, Joe, Ricciardo, Lance Stroll and Giovinazzi. Tsunoda. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Ocon. Nicholas Latifi. And Marcus Armstrong. Lundgaard. Eilert. Mick Schumacher. And Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen, zegt Jeff. Dat moet ook mogelijk zijn. We gaan er gewoon voor. Even kijken wat de race strategie is. Soft, medium, medium. Nemen wat extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 80 van F2021 My Team Career Mode hier in Singapore. We starten op een P9 op de grid. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en hebben al wat wielspin te pakken. En de rest is allemaal wat beter weg. Gelijk 3D tussen Sainz, Gasly en Perez. Daar kunnen we even profiteren. Een beetje wielbengen met Perez. Zitten opgesloten met Gasly en Sainz, maar zijn naar P7. Goed gedaan en vallen daar ook gelijk Gasly aan die binnenkant. Verstappen heeft een plekje verloren aan Charles Leclerc, beide is naar een P6. Goed gedaan. En vallen hier ook gelijk Carlos Sainz aan, diep ingeremd, Bottas zit klem, dat zien wij. En we vallen Bottas en Norris mooi aan, omdat Bottas daar wat bewoog in de remzone. En dat is P3. Ronde nummer 2 is het. En we zetten paars in sector 1 neer. En rijden helemaal naar Verstappen toe. En zetten hem er hiernaast. Ja, Max rijdt ook op die medium banden. Dus ja, vanwege dat zijn wij sneller. En we zetten ook paars in sector 1 neer. De Leclerc aan de leiding. Dat gat is al 1,4 seconden. Wordt denk ik groter. Maar daar willen wij een stokje voor steken. En in ronde nummer 4 draai ik al naar binnen, want ik voel dat die banden het niet gaan houden. Die zijn ook helemaal oververhit en ik wil een undercut gaan plegen op Verstappen en Charles Leclerc, als dat kan. Door heel vroeg naar binnen te duiken en naar die medium band toe te gaan. 2,3 is de pitstop en komen achter Nikita Mazepin gewoon het veld op. Jazeker, de laatste plek dus. Nog één stop te gaan in de wedstrijd. En Mazepin rijdt op die harde band. Daar hebben wij Nikita Mazepin. In ronde nummer 5 gewoon.
DRS hier geopend. Overtekenknop ingeschakeld. Kijken naar de binnenkant van die bocht. En dat is P21. En zet de paars in sector 2 neer. Dan zijn we aangekomen in ronde nummer 7. Als we daar Callum Islet hebben. En we hebben Charles Leclerc geundercut. Jazeker, goed gedaan. Max gaat langer door vanwege die medium band. En daar is Islet gezien aan de buitenkant. Lukt dat? DRS open. Nou, die Williams is snel. Die Mercedes motor is ook snel. Kleine touché aan de buitenkant. Maar dat is geen probleem. En dat is P15 in ronde nummer 7 van de wedstrijd. De volgende heet dan Christian Lundgaard. Die in een treintje zit van verkeer. Dus daar kunnen we ook van profiteren. Dik erop, hier dan. Nee, net niet. Net niet. En Lundgaard gaat ook naar binnen. De volgende heet dan Mick Schumacher. En we zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Als we groen in sector 1 noteren. En we kijken hier aan de binnenkant van Schumacher. Goed gedaan. Beetje wielbengen met de 2. En dat is P9. De volgende heet dan Esteban Ocon voor P8. En in diezelfde ronde zijn we weer naar Ocon toegereden in de wedstrijd. En kijk hier aan de binnenkant. Ik wil niet klem zitten tussen de jongens voor mij. De volgende heet dan Marcus Armstrong. Voor P7. Minder dan een seconde voorsprong, zegt Jeff. Haal hem in. Hier aan de buitenkant proberen. Lukt niet. Dan terugkruisen hier. Betere exit pakken. Lukt dat? Jazeker. Mooi aan die buitenkant gepasseerd in ronde nummer 9. De volgende heet dan Nicolas Latifi. En dan door naar Giovinazzi. Max nog steeds aan de leiding in de grote prijs. En zet de groen in sector 1 neer. En hier pakken wij Latifi aan die binnenkant. Komen van ver. Goed die bocht nog gehaald. En dat is P6. De volgende heet dan Giovinazzi. En die zien wij in ronde nummer 10. Als ze een track limit waarschuwing krijgen. Aan de binnenkant gezet. En dat is P5. De volgende heet dan George Russell. Voor P4. Die rijdt op harde banden. En gaat een andere strategie doen dan wij. En we zitten in ronde nummer 10. Nog 21 rondes te gaan. DRS hier geopend. Overtakeknop ingeschakeld. Dat is zo verdedigt die binnenkant niet slim. En dat is P4. De volgende heet dan Lance Stroll. We zitten in ronde nummer 17. En we hebben Verstappen geundercut. Maar Max zit nu wel bij ons te kijken vanwege die versere set mediums die hij onder zijn auto heeft. Dus wij moeten hier een beetje gaan verdedigen. En kijk naar de buitenkant. We schieten een beetje door. En we stappen aan de leiding. In ronde nummer 17 weer P1 in handen. Wij dus doorverwezen naar P2. En moeten het gewoon rustig aan gaan doen. Max en ik moeten nog een keer naar binnen. De vraag is, wie gaat er als eerste naar binnen? Wordt dat Max of wordt dat ik? Your DRS is offline. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. DRS offline, we moeten buiten blijven. Omdat het team naar een oplossing gaat zoeken. En Max rijdt al gelijk van ons weg. Dat gat is nu 1.1. 1.2 wordt groter en groter. En dat is inmiddels opgelopen naar 2,8 seconden. En ik ga naar binnen voor de undercut. Ga proberen Max weer in te halen in de pitstraat. Moeten oppassen voor bochtafsnijdingen en dat soort dingen. En in ronde nummer 19 is het dus pitstoptijd voor ons. We vallen weer, denk ik, ver terug. En hebben ook nog voorvleugelschade. Dus de pitstop duurt wat langer dan normaal.
7,7 en vallen ver terug. Waar is de vraag? Ik denk op een P10. Of wordt het een P9? Oeh, die muur geraakt en dat is een waarschuwing vanwege het overschrijden van die pitlijn. Maar goed, ja, het is wat het is. Ik raakte per ongeluk die muur. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Als wij groen in sector 1 en 2 noteren. En het is geel in sector 2. Daar rijdt een Ferrari langzaam en het is volgens mij, of is dat een McLaren? Dat is een McLaren van Daniel Ricciardo. Jazeker, die daar stilstaat en wij noteren de snelste raceronde met een 1.36.9. En de safety car op het asfalt. De safety car op de baan en dit is heel gunstig voor Verstappen, want die kan naar binnen duiken voor een nieuwe set mediums. Herhaling, wat er met Ricciardo is gebeurd, zit hier in een groepje auto's. En de motor begeeft het. De Mercedes motor begeeft het. Jammer voor Ricciardo, een DNF. En dan zitten we achter die safety car en dan is Verstappen niet naar binnen geweest. Max maakt hier een blunder. Door niet naar binnen te komen tijdens die safety car fase, had gewoon naar binnen gemoeten, want dan had hij volgens nog aan de leiding gereden met een verse set mediums, maar dat heeft hij niet gedaan in ronde nummer 23 en de safety car duikt naar binnen. Max mag het tempo gaan bepalen tot de racelijn. Ik zit hier een beetje te kijken bij Lance Stroll en vergalopperen ons een beetje in de herstart. Max wil los, wij dus naar P4 en vallen Stroll hier al gelijk aan die binnenkant. Wil niet te lang achter de Canadees zitten. Hetzelfde geldt voor Guang Yu Zhao. Daar moeten wij zo snel mogelijk voorbij zien te gaan. Overtakenknop ingeschakeld op de Chinese coureur. In ronde nummer 24. En we kijken hier aan die binnenkant. Heel smooth gedaan. Netjes. En dat is weer P2. Ronde nummer 24, einde van diezelfde ronde, duikt Verstappen naar binnen voor zijn late pitstop en gaat heel ver terugvallen. En wij dus aan de leiding in ronde nummer 25, nog 6 rondes te gaan. Verstappen dus naar binnen voor een nieuwe set medium banden. En in ronde nummer 28 zitten we alweer en dat gat naar Gasly is 13,2 seconden. En het is weer geel. Carlos Sainz uitgevallen in de wedstrijd. Jammer maar helaas. En nog 3 rondes te gaan in de wedstrijd. Herhaling van de Spanjaard. Het is hier al gedaan. En een uitvalbeurt voor de Ferrari coureur. Niet wat je wil hebben. Maar toch gebeurt het. En parkeert hem hier dan stil. Netjes gedaan. Laatste ronde loopt inmiddels. Verstappen niet meer naar boven gekomen. En wij krijgen een 3 seconden tijdstraf, maar dat geeft helemaal niks. Wij gaan hier de grote prijs van Singapore winnen. Na een uitstekende strategie. Goed gedaan. En is het op naar de volgende wedstrijd in de Verenigde Staten. Grand Prix. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today.
in a very difficult race. Nou, hier werd dan dus de uitleg van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Singapore. Ondanks die 3 seconden tijdsstraf krijgen ook Drive of the Day. Gasly naar P2, Norris op het podium, Russell 4, Perez 5, Leclerc 6, Bottas 7, Hamilton 8, Verstappen met als snelste race van de punt naar P9. Jammer, Tsunoda pakt het laatste punt voor AlphaTauri. En 1 uitvaller, eigenlijk 2, Sainz en Ricciardo. 133 punten verschil naar Max. En 251 punten verschil naar Mercedes. AlphaTauri en Alpine pakken hun concurrenten. En Verstappen moet opletten voor Lewis Hamilton in het coureursklassement. Dus dat wordt nog close. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden op deze video? Zet het dan in de comments neer. Abonneer gewoon voor meer, zou ik zeggen. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. Dat is 2 keer per week op zaterdag en zondag om 1 uur in de middag. Volg me even op de sociale media, @GianLandSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Leuk dat jullie keken naar deze aflevering. Ik zou zeggen, tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. We verder in de Verenigde Staten en dan gaan we het seizoen in stijl afsluiten, want dan volgen er nog een paar grote prijzen en dan zit My Team Career Mode er officieel op, dan opmaken naar F1 22. Tot de volgende keer!